Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 10 oktober. Vanmiddag zijn er perioden met zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En met name in de kustgebieden kan er een enkele bui vallen, maar verreweg de meeste buien die blijven boven zee. We hebben nog steeds te maken met een hoge drukgebied boven Scandinavië. En dat hoge drukgebied dat zorgt ervoor dat wij een oost- tot noordoostelijke stroming hebben. En daarin wordt vrij frisse lucht aangevoerd. En de maximumtemperaturen die zijn dan ook erg laag vandaag. Zo tussen de 10 en de 13 graden. En de komende dagen verandert dat hoge drukgebied nauwelijks van plaats. En Dat betekent dat de aangevoerde lucht ook niet echt anders wordt. Met andere woorden, het blijft vrij fris voor deze tijd van het jaar. Vanavond zijn er in ieder geval brede opklaringen. De stapelwolkjes verdwijnen en de temperatuur die daalt snel. Het wordt zo'n 5 tot 6 graden vanavond. Vannacht daalt het kwik dan nog verder tot temperaturen die in het binnenland vlakbij het vriespunt kunnen gaan komen. Met name in het midden en zuiden van het land kan het dan mistig worden. In het noorden komt meer bewolking opzetten en daar kan af en toe wat regen gaan vallen. De wind die blijft zwak tot matig uit een oost-noordoostelijke richting. Morgen zien we wat verschillen en ik moet eerlijk zeggen dat de verwachting best nog wel wat onzeker is. We gaan van het volgende scenario uit en dat betekent in het noorden wolkenvelden en af en toe wat regen en die regen die kan geleidelijk aan wat meer naar het midden en zuiden van het land trekken. In het zuiden van het land begint het weerbeeld juist erg grijs. Het is daar mistig en die mist die kan best hardnekkig zijn. De temperatuur kan dus ook best laag uitkomen morgen in het zuiden van het land met een graad of 10. Verder waait er een matige noordoostenwind. Op het Waddengebied is de wind krachtig. Windkracht 6 uit oostelijke richting. En dat betekent dat het daar ook nog vrij fris zal aanvoelen. Na morgen is het weer overwegend droog, de woensdag en de donderdag. Dan zijn er ook weer wat meer zonnige perioden. Er staat duidelijk wat meer wind. Die wordt matig tot vrij krachtig uit oostelijke richting. En de temperatuur die blijft zo tussen de 10 en de 12 graden. Vrijdag kan er eerst wat regen vallen, maar geleidelijk breekt dan op steeds meer plaatsen de zon door. En in het weekend zien we dan langzaam maar zeker de temperatuur iets omhoog gaan. Deze verwachting die ziet er nog vrij voorzichtig uit, met maxima op zondag rond de 15 graden, maar mogelijk dat het in het zuiden van het land al iets warmer gaat worden. Temperaturen tussen de 15 en 20 graden sluit ik dan niet uit. Ook volgende week blijft het weerbeeld nog vrij rustig, met over het algemeen temperaturen rond de 15 graden en een afwisseling van wolkenvelden en zon. Mijn naam is Raymond Glazen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.